Mijn leven is geweldig. Geweldig. Echt geweldig. Hallo mensen, vet dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe vlog. Trouwens, ik ga dus nu dagelijks uploaden en dus mijn leven filmen. Mijn hele leven gaat op YouTube komen en ik denk dat het wel, wel hard gaat worden, zeg maar. Hoe noem je dat? Dat het gewoon, dat je gewoon goed tijd aan moet besteden. En ik heb mijn fiets even in de schuur gezet. Wat het moest, is die op slot. Hoppakee. Nou is die op slot. Dat moest van mijn moeder. Dus ik ga chillen op het dorp. En ik ben trouwens Arthur van Leeuwen, zo heet ik. Dus blijf lekker kijken. Jullie zagen net natuurlijk een heel mooi shirtje. Maar dan denk je van ja, dat was het. Nee jongens, er gaat een fucking boor gaat opeens fucking raar doen of zo. Ik weet ook niet wat het is. Er zijn mensen met een boor daar bezig en dan kan ik gewoon mijn zegje niet meer doen. Dankjewel boor, dank je. Ik mag jou echt vandaag. Maar ik ben dus naar school geweest en ik heb mijn rooster opgehaald. What the fuck? Ik ben deze hele week vrij en ik hoef geen reet te doen. Dat is mijn rooster. Nou, dankjewel. Dat vind ik wel leuk, zeker weten. En ik heb dit stuk al gelopen. Echt een tyfus end. En ik ga naar het dorp. Ik ga een beetje chillen met mensen. En het wordt hartstikke leuk. Kijk, mooie waggy. Jezus, wat een mooie waggy, zeg. Godvloeiende, zeg. Maar weet je wat ik even doe? Ik ga lopen. En als ik er ben, dan pak gelijk mijn vriend erbij, de camera. Dus ik zie jullie zo. Doei. En ik luister altijd trouwens muziek. Vind ik lekker als ik zeg maar loop. Dan vind ik het lekker om muziek te hebben. Dus mensen, doei. Ja. Ik ben gestopt met roken. Echt? Ja, gangster. M.O.B. Ja, M.O.B. Wee, yo. M.O.B. Hij is gewoon gestopt met roken, jezus. Dat is echt geweldig. Gefeliciteerd met je... Met het gestopt met roken. Ja. Ik vind het hartstikke leuk. Dit is echt een levensdoel wat wij behaald hebben, hè? Ja. Ik zweer jou. Dus ga ik niks meer nemen. Dit niks... is mijn leven nu. En Jeroentje is gestopt met roken. Ja, ja, vind ik goed. En dan goed. Straks bij de camera. Je bent er al niet gestopt. Nee, ga weer. Nee, ga weer. Ja. Dan gaan we naar de groep. Naar de squad. Met Martijn en zo. En dat wordt hartstikke leuk natuurlijk. Ik geloof dat ze daar staan. Denk je dat zij dat zijn daar? Zou me niet... Nee. Huh? Ik kan het ook gewoon niet zien, hè, of zij dat zijn. Nou mensen, ik ben vandaag met Max. Hoi. En vertel eens wat. Over jezelf. Hoi. Ik ben Max. Ik heb geen idee. Oké. Okay. Goed zo. Goed zo. Dat hadden we afgesproken. Oké, okay, dat is mooi. Ja. Dus dat is het een beetje, toch? Dat is jouw levensverhaal? Ja. Max, wil je nog even nog wat zeggen? Ja. Abonneer op mijn kanaal, Max Gaming NL. De naam wordt nog veranderd. Ik doe games op de PlayStation 4. Black Ops 3, Titanfall. Is cool. Joai, gewoon checken in de beschrijving. Doei. Nou, dames en heren, mijn leven is te gek. Te gek. Ja, toch? Is te ja, gek, joh. Is te gek, man. Mijn leven is geweldig. Geweldig. Echt geweldig. Kijk daar die ganger zit erachter. Nou eerlijk, dat is wel echt, dat is onze groep. Onze squad. Dat is onze squad van de building. Maar we gaan. Doei. Nou, dan loop ik in mijn eentje. Ze zeiden Arthur, kom mee eten halen. En wat doen ze? Ze zijn helemaal daarachter gewoon. Dat is gewoon niet normaal, man. Dit kan je niet maken als vriend. What the fuck. Bakka. Hoe gaat het? Mooi. Ja, ik doe mijn leven vanaf nu filmen, dus wat? Alles wat ik zeg maar doe in mijn leven, moet ik op beeld hebben, weet je. Ja. Nou, dat is wel leuk natuurlijk. Maar jullie hebben iets gekocht. Skere dingetjes. Hele skere dingetjes. En wat zijn dat? Je headphone, zeg maar. Nee, mijn oordopjes. Je oordopjes. Laat eens even eentje showen. Even een showtje doen, weet je. Hartstikke HEMA. Het is allemaal HEMA. Gekke HEMA. Moet je kijken, jongens. Het is toch geweldig, zo'n klein dingetje zo in je oor. Geweldig. Waar gaat heel de techniek naartoe, hè, soms? Nou, dat weet je is gewoon niet normaal. Jongens. En heb je gewoon een Ferrari-tas? Ja, rijke tata. Rijke tata, jij. Zeker, rijke tata. Zeker. Nou, ik ga weer even verder, want mijn vrienden hebben mij verlaten. Oh, dat is wel kut. Ik ben vriend met Isis. Ik ben eigenlijk iedereen's vriend. Echt
haar. Nou, dat niet hoor. Ik zeg gewoon dat jij nu mijn vriend bent, heb ik nog een vriend erbij. Snap je? Hey. Doei doei. Nou, we gaan even verder. En ja, nog leuk. We gaan nu even kijken waar Björn en Martijn zijn. Misschien moet ik straks wel even rennen, hè? Misschien moet ik even rennen. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen, hè? Dat begrijp je natuurlijk wel. Maar dan gaan we even kijken. Ik weet niet waar Martijn en Björn zijn. Weet je wat? Als ik Martijn en Björn tegenkom, pak gelijk de vlogcamera. Ga ik de sensatie laten zien. Dus dan zie ik jullie weer zo. Voor jullie een paar minuten, een paar seconden. Maar ik ben nu met Martino. En dat is hartstikke leuk natuurlijk, hè Martino? Ja. Dat is geweldig. Wij zijn van de... buurt. Oh, van de buurt. Goed zo. Goed dat je dat uit jezelf vertelt gewoon. Hartstikke fijn. Dit knip ik natuurlijk niet weg dat ik naar je toe fluister. Want dat vind ik wel leuk voor in de shot. Ja, dat ik dan zeg van... ja. We zitten altijd leuk naar chickies te kijken. Kijk, bijvoorbeeld die. Dat ik even inzoomen. Voor de mannen van... ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi, hè Martijn? Speciaal voor jullie even op beeld gezet. Voor de mannelijke kijkers natuurlijk. Maar we gaan nu naar Leeuwenkuil toe. Oh, hartstikke leuk. Bijna natuurlijk. Dood. Zo, bijna dood. Geweldig dit. Ja, sorry meneer. We kregen bijna ruzie. Oh joh, het ging bijna fout. Het ging bijna fout. Oh my god. Oh. Maar we gaan nu naar Leeuwenkuil toe. En we gaan... wat gaan we nog meer doen? Nou, hetzelfde als altijd. Niks. Nee. Oké. Okay. Nou, daar zijn we dan weer. Daar zijn we dan weer, jongens. We gaan naar de Bon de Chef en verder. Toch? Nee, ja, we gaan daar naartoe. Dat is de Bon de Chef. Wat zei je, waar gaan we heen? Turkije. Je moet het wel mooi zeggen. Bon de Chef. Bon du chef. Bon du chef. Nee, niet jet. Niet jet. Bon de chef. Du chef. Niet du. Oh, du. Nee, geen du. De chef. Bon de chef. Bon de chef. Nee, niet zo Frans praten. Maar jij zegt mooi. Nee. Zeg bon de chef. Bon de chef. Niet bon. Bon de chef. Bon. Bon de chef. Bon de chef. Bon. Bon. De bon chef. De chef. Bon de chef. Bon de chef. Ja, laat maar, dit lukt. Ik zit al zo in de toilet en dan denk ik, ja, dat kan wel allemaal schoon hoor. Weet je niet? Echt iets van mijn leven, weet je. Dat het toilet iets schoner mag zijn. Dat is wel hard, toch? Het ziet er, ja. Ja, ik heb net een plasje gedaan, maar niet dat iemand anders plas is. Want dat zou heel vies zijn. Dat zou heel vies zijn. Ik ga doortrekken, jongens. Nou, dit is de weg waar ik naartoe moet lopen. Dit is de weg waar ik nu loop. En ik heb al afscheid genomen van mijn vrienden. Het was heel emotioneel, zeg maar. Maar ik heb het gered. En trouwens, we kunnen ook nog even doen dat zeg maar een actie. Wat ik altijd zei. Dat zeg maar, als jij dus een foto maakt. Dat je hebt gedeeld en geliked hebt. En dat stuurt naar Prittevi YouTube. Dan maak jij kans om je kanaal dus een soort van boost te geven met abonnees. Dus dan ga ik jullie gewoon een beetje abonnees geven. Als jullie dat allemaal willen doen, zou dat super leuk vinden. Dus daar een auto, wow. Ik werd bijna aangereden. Nee, grapje, dat was niet zo. Maar mensen, ik ben bijna thuis. En dan film ik nog een beetje wat ik thuis ga doen. En dan is de dag alweer voorbij. Maar ik vind het wel chill dat deze week, dat ik gewoon niet naar school hoef. Ik hoefde maar, even kijken, ik moest maar 3 uurtjes naar school. En dat was het. En ik ben weer vrij, jongens. Godverdomme, wat mooi. Hartstikke mooi. Maar ik ga nu naar huis en ik zie jullie zo weer. Nou mensen, ik ben lekker aan het editen. Dit is mijn computer. Hartstikke fijn. Daar ook nog. Ik kijk altijd een beetje rond wat hier allemaal gebeurt. Soms zie ik kommertjes langs gaan. Hoor ik mensen Prittevi roepen. Kijk ook altijd stiekem, maar dan ben ik zogenaamd niet thuis. Dus dat is hartstikke leuk natuurlijk. Dat is super leuk. En daar lopen een paar kindjes. Kijk. Wacht. Ik ga het filmen. Kijk, daar is een hond. En daar is 1 kindje. Wat een honk. En de tweede. Waar zijn de twee? Waar is de tweede? Kijk. Een bol. Jullie kunnen veel zeggen. Maar ik verveel me niet. Echt niet. Dus ja. Ik ben een beetje bezig. Ik ben nu een woesgeluidje aan het zoeken. Want dat moet voor de vlog. En ik ben nu de vlog aan het editen. Dus ik kan niks laten zien. Want dat is de vlog waar je nu naar kijkt. Het is super raar. Maar het is gewoon zo. Ik ben meestal, zit ik eigenlijk in mijn kamer, helemaal niks te doen. Ik heb er net gegeten, lekker spaghetti. Maar echt zo die spaghetti hoe mijn moeder het maakt. En dat is echt super lekker. Ze doet iets
erin, liefde of zo. En ja, ik weet niet wat het is, maar het is super lekker. Ik word daar altijd helemaal, dan word ik gewoon 6. Dan ben ik gewoon 6 jaar als ik dat eet. Maar jongens, ik heb zeg maar, mijn moeder zei dat ze voor mij oksel, ik weet even niet hoe je dat noemt. Wil u even in de reacties zeggen hoe je dit noemt? Een soort van roller, roller noem ik het even. Maar jullie moeten even zeggen, mag je zeggen trouwens. Ik moet niet zeggen dat jullie het moeten zeggen. Maar jullie mogen zeggen hoe dit heet. Ik ben wel heel benieuwd. Nou, dat heeft ze dus voor mij gekocht. En ja, ik weet niet, mensen, vinden jullie dit goed? Ja, ik weet het niet, mensen. Ik vind het wel een mooi design. Dus dankjewel, mama, ervoor. Ik hou van je. En het is geweldig. Ik had eerst deze. En ja, die vind ik niet zo lekker rollen of zo. Ik weet ook niet waarom. Maar ja, dat is echt raar. Gewoon, het gesprek gaat helemaal nergens over. Mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Vanaf nu komen de dagelijkse uploads van mijn leven. Dus het wordt een stuk drukker voor mij. Maar het wordt wel hartstikke leuk. Ik film eigenlijk alles wat leuk is. En alle shitload, wat shit is, dat gooi ik gewoon weg. Mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. En trouwens, jullie kunnen dus zeg maar een foto maken dat je gedeeld hebt en geliked hebt. En dan maak jij kans om zeg maar een shout-out te krijgen. Maar dan moet je wel de foto een soort van naar mijn DM sturen op Instagram. Ik zal nog even zeggen hoe dat heet. Dat heet Pretty V YouTube. Als jij daar dus een foto post, nou niet posten, maar gewoon ja, DM't. Dan krijg jij, dan maak jij kans op een shout-out en ga je abonnees supergoed. Mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Ik ben klaar en ik zie jullie weer. Dag.